Hey, goedemorgen allemaal. Welkom bij deze livestream weer, waarin we het weer gaan hebben over iets wat te maken heeft met angst. Want we zitten in deze vervelende periode waarbij een heleboel honden het gewoon moeilijk hebben met vuurwerk en harde knallen en alles wat daaromheen zit. Dus het lijkt me goed om het in deze weken te hebben over alles wat te maken heeft met angst. En dat kan ik ook alvast verklappen. Het is ook een beetje weer een aanloop naar een challenge die ik straks in het nieuwe jaar weer ga geven. Dat duurt nog eventjes, maar dan weet je vast dat die er ook aan zit te komen. Dus vandaag ga ik het met je hebben over wat kun je nou doen op het moment dat jouw hond bang is voor geluid of voor iets anders spannends, hè, zodat je het ook wat kunt doortrekken naar andere situaties voor het geval dat jouw hond niet bang is voor geluid. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. En de start van dit onderwerp is eigenlijk altijd een opmerking die een heleboel mensen krijgen op het moment dat een hond bang is voor iets, voor geluid of voor andere dingen. En wat er heel vaak nog gezegd wordt is, op het moment dat je hond bang is, moet je hem negeren. Want, komt er dan heel vaak achteraan, ja, want als je aandacht geeft aan je hond op het moment dat hij bang is, dan beloon je zijn angst. Of op het moment dat je aandacht geeft aan je hond, op het moment dat hij bang is, dan bevestig je zijn angst. En daar waar ik het heb over eventueel aandacht geven en zo, hè, dan heb ik het ook over bijvoorbeeld voer geven of met hem spelen of dat soort dingen. Heel vaak zeggen mensen dus, of krijgen mensen dus het advies, ja, je moet hem helemaal negeren. Dus geen voer geven, geen aandacht geven, niet tegen hem praten, niet op schoot, allemaal van dat soort dingen. Want anders beloon je zijn angst of bevestig je zijn angst. En in een verlengde daarvan wordt er ook heel vaak gezegd tegen mensen van, ja, je mag je hond dan ook niet optillen. Nou ja, als je een 40 kilo zware flatcoat hebt, dan is dat optillen natuurlijk niet zo heel erg handig. Maar als je een pupje hebt of een kleiner hondje, dan kan het best eventueel een optie zijn om je hond in moeilijke situaties ook op te tillen. Maar wordt er dan heel vaak gezegd, ja, dat moet je dus niet doen, want dan maak je het erger of groter of meer. En dat is echt ronduit kolder. Onzin, nonsens. En ik zal je uitleggen waarom, want je hoeft dat niet om mijn groenblauwe ogen zomaar van me aan te nemen. Ik zal je uitleggen waarom dat onzin is en waarom het dus prima is om iets te doen op het moment dat jouw hond bang is. Wat je dan moet doen, ga ik zo nog wat meer over vertellen, maar het is dus prima om daar iets mee te doen en negeer het alsjeblieft niet. En ik zal je dus uitleggen waarom. Op het moment dat jouw hond bang is, is dat een emotie. En het is precies dezelfde emotie die jij ook voelt op het moment dat jij ergens bang voor bent. Het is een overlevingsmechanisme wat in werking gezet wordt, zeg maar, op het moment dat in de beleving van een individu, dat kun jij zijn, het kan een hond zijn, dat er iets is wat zijn overleving bedreigt. En er zijn een paar van die aangeboren angsten eigenlijk, zoals bijvoorbeeld voor mensen is dat ook, hè, spinnen en slangen. En voor honden zijn dat voor sommige honden ook hele harde geluiden, zoals dat voor sommige mensen dus ook die spinnen of slangen kunnen zijn. Ik ben daar helemaal niet bang voor. Ja, ik ben niet fan van zo'n grote spin ergens op mijn muur, maar ik ben daar niet bang voor. Terwijl mijn partner Alex, die heeft inderdaad die aangeboren angst voor spinnen. Het is verder helemaal geen angsthaas, maar spinnen, dat triggert bij hem zo'n aangeboren iets. Nou, bij honden geldt dat dus ook, dat er bij sommige honden voor harde geluiden, zonder dat daar iets echt gebeurd is, dat daar al een bepaalde reactie op komt. En voor sommige honden geldt dat ze inderdaad een hele vervelende ervaring gehad hebben met vuurwerk of onweer of andere harde geluiden, waardoor ze angst voelen op het moment dat ze dat waarnemen. En wat heel belangrijk is, is dat je je realiseert dat op het moment dat je een bepaalde emotie ervaart, dat dat nooit groter of erger of negatiever wordt op het moment dat je er iets leuks aan koppelt. Stel je voor, je bent bang voor onweer. Ik noem maar even een voorbeeld. En elke keer als het onweert, dan gaat je partner naast je zitten op de bank. Die slaat een arm om je heen. Die begint een gezellig praatje met je. Hij haalt misschien, of zij, haalt misschien lekkere chocola of iets anders uit de koelkast of uit de kast waar je heel erg gek op bent. En
Het kan zijn dat al die verschillende dingen er niet voor zorgen dat je minder bang wordt. Daar ga ik zo wat over zeggen. Maar je wordt niet banger omdat er allemaal leuke dingen gebeuren op het moment dat het onweert. Stel je voor, je bent bang voor die spin. En elke keer als je naar een spin kijkt, krijg je van mij een euro, 10 euro, 1000 euro, misschien nog meer. Of je krijgt chocola of drop of iets anders wat je lekker vindt, waar je gek op bent. Dan kan het zijn, opnieuw, dat dat niet voldoende is om jouw angst te veranderen. Daarvoor moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Maar jij wordt niet banger voor die spin, omdat er daarna leuke dingen gebeuren. Je kunt een angst niet groter maken door er iets leuks aan te koppelen. En zoals gezegd, soms is datgene wat je eraan koppelt niet leuk genoeg. Weegt het niet op tegen die hele primaire angst die een heleboel honden en mensen voelen bij bepaalde prikkels. Het kan zijn dat dat wat je er tegenover zet, dus het geld of de chocola en in het geval van een hond, de aandacht, het voer, het spel, dat dat niet leuk genoeg is en niet van waarde genoeg is. Of dat je dus al zo in zo'n overlevingsstand zit, dat je dat helemaal niet meer interesseert. Als ik echt denk dat ik doodga, als ik zo'n doodsangst heb, ja, dan kan die chocola en dat geld kan me allemaal gestolen worden. Dan heb ik maar één focus en dat is ervoor zorgen dat ik overleef. En soms zitten honden al in zo'n focus en in zo'n automatische reactie, dat jouw voer en jouw spel en jouw aandacht allemaal helemaal niks meer uitmaakt. Dat kan. En dat is heel vervelend voor dat moment en in die situatie, maar dat is het dan wat het is. Op zo'n moment kom je daar niet meer met je leuke dingen doorheen. Maar realiseer je dus dat een emotie nooit groter, heftiger, negatiever wordt door het te koppelen aan iets leuks. Dus je kunt daarin niet zo heel erg veel fout doen. En dat betekent dus dat op het moment dat je hond bang is voor een geluid of voor iets anders, zijn er dus een paar dingen die je prima kunt doen. Op het moment dat je hond, en dit is belangrijk hè, op het moment dat hij erom vraagt, of als je merkt dat hij bereikbaar is voor jouw aandacht, steun hem dan vooral. Dus als hij op schoot wil, laat hem op schoot. Wil hij tegen je aanliggen, laat hem tegen je aanliggen. Wil hij gewoon dat je hem een beetje aait of hem een beetje masseert, laat dat vooral. Doe dat vooral. Maar dat stukje, als hij erom vraagt, is dus wel belangrijk. Want gelukkig wordt steeds meer de boodschap bekend van je hoeft een hond niet te negeren als die bang is. Maar, en zo gaat het heel vaak in hondenland, het gaat heel vaak van links helemaal door naar rechts. Vervolgens zijn er dan een heleboel mensen die bijna hun hond dwingen om op schoot te komen, terwijl die hond dat helemaal niet wil. En als je dat doet, loop je het risico dat je misschien wel gebeten wordt of allerlei andere nare reacties krijgt. Ik had ooit een mevrouw in de hond in de behandeling. Die was op al oudere leeftijd uit het asiel gehaald. En die hond bleek heel bang voor onweer, voor vuurwerk, voor allemaal van dat soort dingen. En het overlevingsmechanisme van die hond was om onder zo'n 5 euro clubhaartafeltje van de IKEA te kruipen op het moment dat hij bang was. Die mevrouw vond dat, en ik snap het heel goed, vond dat heel sneu. Dus die probeerde dan die hond daar onderuit te halen. Met het gevolg dat ze gebeten werd. Dus geef die steun en die aandacht alleen als je hond dat ook daadwerkelijk wil. Laat merken dat je daar open voor staat, nodig hem uit. Maar wil die dat niet, is het ook goed. Sommige honden willen namelijk vooral alleen maar weg. Weg, weg. In huis willen ze weg. Bijvoorbeeld de badkamer in of ergens een veilige haven in. Daar ga ik zo nog wat over zeggen. Of boven onder het bed. Of als je hond in die modus zit, laat hem ook dat vooral doen. Natuurlijk met de opmerking zolang als het veilig is. Want sommige keuzes van een hond zijn zeker niet rationeel en absoluut niet veilig. Dus dat mag je alleen toelaten als het veilig is. Maar als het veilig is, laat hem dat doen. Dus loop je op straat en je hond is heel erg bang van een geluid in één keer en hij wil heel graag naar huis, ga dan alsjeblieft samen met hem naar huis. Ook als hij op dat moment aan de lijn trekt, want dat is niet het moment om het wandelen zonder trekken aan te leren. Vergeet dat op zo'n moment en ga gewoon zo snel mogelijk met hem naar huis als hij dat wil. Of zo snel mogelijk naar de auto als hij dat wil.
super belangrijk dat je hem op dat moment die gelegenheid geeft. En andere dingen. Oh, wacht, dit is een dubbele slide. Oh, wacht, hier, kijk, ik heb hier nog wat. Oh, ik heb wat extra toegevoegd, zie. Dus als het dan gaat over steunen, betekent dat dus ook dat je hem prima mag optillen als hij dat wil. Dat hij prima op schoot mag als hij dat wil. En wat je ook nog kunt doen, is hem bijvoorbeeld leren dat hij achter je komt. Of dat hij bij je komt doordat je op je knieën gaat. Dus dat je hem vooral uitnodigt. Dus het geldt vooral als hij erom vraagt. Ik dacht wel, ik had wat extra opmerkingen erover gemaakt. Dus zolang als het veilig is, laat je hem dus doen wat hij wil. Als hij weg wil, laat hem dat doen. Maar zorg er dan dus ook voor, als je dat één keer gebeurt. Want ik zag net ergens in de club, hè, daarover ook een opmerking van een hond die inderdaad ontsnapt was. Omdat hij in één keer schrok voor vuurwerk. Daar waar mensen dat eerder gewoon nog niet met die hond hadden meegemaakt. Dat kan je natuurlijk één keer gebeuren. Helaas is er heel vaak voor dit soort dingen één keer de eerste keer. Zorg dan inderdaad vervolgens dat je hem dubbel aanleidt. Dat je werkt met bijvoorbeeld een anti-ontsnappingstuig. Die heeft aan de voorkant heb je een eiborststuk. En dan zitten er twee banden, zeg maar, rondom de ribben en nog weer daarachter. Zodat het gewoon lastiger wordt voor een hond om daaruit te ontsnappen. En als je hond vooral binnen ook heel graag weg wil, zorg voor een veilige haven. Een veilige haven is een plek waar je hond naar terug kan gaan. Die hij prettig vindt. En voor sommige honden is dat ergens een kast. Voor andere honden is het achter een bank. Je kunt ook een bench aanleren voor je hond als een veilige haven. En dan dus niet om een deurtje dicht te doen, maar dat je daar een deken overheen doet. Dat je zorgt dat het heel erg comfortabel is. Dat je zorgt dat er altijd water staat. Zodat het een plek is waar die zich terug kan trekken. In een veilige haven stoor je je hond ook nooit. Als in echt nooit. Ook niet als jij denkt dat het tijd is voor je hond om te eten en dat hij er eigenlijk uit moet komen. Ook niet als je denkt dat er gewandeld moet worden en dat hij er eigenlijk uit moet komen. Je stoort je hond in zo'n veilige haven echt absoluut nooit. Dat is echt hartstikke belangrijk. Nou, en waar je dan verder nog op moet letten. Stel hè, dat je er wel voor kiest om je hond op te tillen. Als het dus niet een 40 kilo zware flatcoat is, maar het is een kleiner hondje of een hond die je wel makkelijk kunt tillen. Het kan ook zijn dat je hond andere honden spannend vindt en dat je er dan voor kiest om hem op te tillen. Dat is prima, maar let er wel op dat er een paar dingen zijn. Dat het kan zijn dat het optillen van jouw hond ervoor zorgt dat die andere hond op kan springen. En als dat een hele grote hond is, kan het zijn dat dat dan alsnog weer tot confrontaties leidt. Dus dat is wel even iets wat je goed moet afwegen. Als de hond zodanig is dat je hem nog wel goed kunt optillen, denk daar in elk geval aan. En het kan ook zijn dat jouw hond die situatie zo spannend vindt dat hij om zich heen gaat happen. Ja, en dan ben je natuurlijk wel heel dicht bij zijn hoofd als je hem optilt. Dus dat zijn wel allemaal dingen die je daarin in je afweging mee moet nemen. Dus op zich is het prima om je hond op te tillen in situaties die voor hem spannend zijn. Bij andere geluiden en dat soort dingen. En je merkt als hij dat fijn vindt, dat hem dat helpt. Doe dat vooral. Als je je hond wilt optillen omdat hij bang is voor een andere hond. Neem dan wel deze punten ermee in je overweging. Niet omdat het voor jouw hond erg is om opgetild te worden. Maar wel dat het optillen kan leiden tot andere dingen. Dus daar moet je dan even op zo'n moment even goed over nadenken. Waar je ook nog over na moet denken is dat je in reactie op het geluid en het gedrag wat je hond dan vervolgens laat zien, dat je niet zelf overdreven of heel gek moet doen. Want als jij zelf heel raar doet, dat soort rare fratsen, kan zijn dat je hond denkt, what the fuck, wat is dit? En dat het daardoor alleen nog maar enger en spannender wordt. Dus dat wil je niet. En het kan ook zijn dat als jouw reactie zodanig groot is dat het niet in verhouding staat tot de angst, dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld alsnog het blaffen gaat bekrachtigen. Dus stel je voor, jouw hond schrikt van geluid. Hij gaat blaffen en hij blijft blaffen en hij blaft 5 minuten lang. En je gaat hem daarna op dat moment aandacht geven, kan het zijn dat je dat blaffen op dat moment bekrachtigt. Maar als je op het moment dat je hond blaft en je gaat hem dan daarna gelijk op dat moment steunen, dan is de kans heel erg klein dat je daarmee het blaffen of het wegkruipen of dat soort dingen bekrachtigt. Dus hou het in verhouding. En ik heb liever dat je je hond
misschien iets bekrachtigt in bepaald gedrag, dan dat je hem laat zwemmen. Want de kans dat je hem bekrachtigt is een heel stuk kleiner dan het succes en de steun die je hond ervaart op het moment dat hij aandacht van je krijgt en dat je daarop reageert. Ik hoop dat je hier in elk geval weer het een en ander van geleerd hebt. En dat je dit mee kunt nemen in deze tijd. Wees dus niet bang om je hond te steunen. Help hem als hij dat graag wil. Maar kijk wel heel erg goed naar wat hij op dat moment nodig heeft. Want als hij weg wil, geef hem daar de gelegenheid toe. En zorg ervoor dat je zodanig de situatie creëert dat het ook veilig is voor je hond, voor jou en voor de omgeving van je hond. Nou, ik hoop je aankomende donderdag weer te zien in de volgende livestream in de Doet-ie Anders Nooit Club en ook op YouTube. Als je kijkt op YouTube, kom vooral ook naar de Doet-ie Anders Nooit Club op Facebook, want daar geef ik eigenlijk de hele week door elke dag ook antwoord op allerlei vragen. En daar is het gewoon ook supergezellig met allerlei andere hondeneigenaren. Dus als je denkt, dat lijkt me ook wel wat, kijk vooral eventjes op Facebook. Voor de mensen die kijken in de Doet-ie Anders Nooit Club, ik zie jullie daar weer en tot de volgende. Doei doei!